De twee teams moeten naar de trap, hè? Naar de trap. Anderen vallen hier af, hè, Frits? Tuurlijk, waarom niet? Tuurlijk, waarom niet? De hand moet altijd boven de knop, je weet het. We spelen drie categorieën. Namen van bekende personen, namen van dieren en namen van steden. Tussendoor zie je aanbiedingen komen. Je kunt daarmee de stand dusdanig beïnvloeden dat degene die voorstaat, als je zo'n ding weggeeft, daarvoor moet betalen. En daarom is het een open spel. We zijn de keiheren. Ik kei hard in. Hand boven de knop, hè, Frits? Want anders krijg ik gedonder, hoor. Laten we afspreken dat hij er zo boven moet zitten. Want anders gaan ze schrijven dat hij hem indrukte. Let op, komt de eerste. Dat begint goed, met een aanbieding. Ik ben benieuwd, 50-50, je mag hem houden, weggeven. Je gaat meteen op safe, je krijgt het in je maag gesplitst. Ik ben benieuwd wat het is, luister naar Pierre, het verschijnt achter. Had u dat al moeten doen, want de eerste aanbieding van het nieuwe jaar, dat is meteen raak. De vaat wordt voortaan voor u gedaan, dankzij deze vaatwasmachine. De prijs van deze vaatwasmachine is nu voor u 5 gulden. 5 gulden voor de vaatwasmachine, die kwam goed aan. Voor Virginia. Heb je dat nog niet eens overlegd met je, Luke? Nee, nog niet, maar dat komt na de show wel. Dat komt na de show, achteraf. Oké, jongens. Dat heb je vast, maar je moet ook drukken natuurlijk. Hand boven de knop, iets hoger. Komt-ie, let op, knal. Dat is de tweede, je hebt er weer in. Je mag hem houden. Je geeft hem weer weg. Je krijgt weer wat in de maag gesplitst. Pierre, ik ben benieuwd wat het is. Daar gaan we. Oh la la! Wat is Holland in wintertijd zonder een lekkere dampende stampot? Een aanbieding in de vorm van een bord hutspot. En de kosten van een bord hutspot zijn 10 gulden. Ja. Jongens, nou hand boven de knop, dan gaat hij hoog en erom. Let op, 30 tegen 35 50's. En knallen met die handel, daar komt hij. Te laat. Nee, moet ik meteen horen. Mag ik hem zien? Ik weet hem ook niet. Cobra had het geweest. 40-50, hand boven de knop. Komt hij aan. Een aanbieding. Ja, ik zag het niet weggeven. Het is een aanbieding. Hij wordt weer weggegeven. Derde cadeau wordt groot slam. Pierre, wat is het? Oh, fantastisch toch. Deze aanbieding is nou wat je noemt voor zijn rood koperen. Want dit is een paddenset van echt koper. En de prijs van dit chique keukengezelschap is 3 gulden. 3 gulden voor de koperen pannen, zodat we een stand krijgen van 50 tegen 37. Hand boven de knop, komt hij aan. En knallen als je ziet. Dromedaris, we kijken en die is correct. Let op, 55, 37 erboven en knallen als je hem ziet meteen. Hup, daar gaat hij. Ja. Paramaribo. Paramaribo, we kijken. Gaat hard 60, 37. Let op, daar komt hij. Vanessa. Kijk eens even aan, die is correct. Hou vol, hè? Er is nog steeds van alles mogelijk. En als je een aanbieding ziet, dan knal je hem en geef hem weg. Hè? Let op, daar is hij weer hoor. Duisburg, knap, denk ik wel. Oh nee, Duisburg, dat geeft hij aan. De computer geeft aan wat het moet zijn. Dus dat betekent 5 punten naar de andere partij. Let op, daar komt hij, jongens. Frank Sinatra. Ja, Frank Sinatra, hartelijk dank, Luke. Maar ja, sorry, komt hij. 70-42, zit weinig spanning in op dit ogenblik. Let op, is hij weer. Roek in Waterland. Hou vol, want het kan gebeuren met een aanbieding dat je hem in één keer weg kan geven. Let op, 47 cent. Ja! Kastrikum. Je loopt terug, let maar op, gaat goed. Stand 52-70, niks aan de hand. Komt-ie. Je geeft hem toch weer weg, maar dat wordt wel een mooie verzameling die je krijgt. Pierre, wat is het en wat gaat het kosten? Oh la la, het hoofd bonkend in de handen neergevlijd. Misschien wel vanwege dit spannende spektakel of naweeën van de oudejaarsavond. Hier is voor u een buisje aspirine voor de prijs van 6 gulden. Jongens, aan de Loek, kom aan, niet inzakken nu. We kijken naar de stand 70-46. Jongens, kom op, even rammen, hè? Daar gaat hij. Let op, is het hier weer. Geef dan het hele zootje maar weg. Dan gaan we er nou op spelen. Wat is het nu, Pierre? Wat hebben ze? Iedere morgen als rinkelend aandenken aan de sterrenshow voor u een wekker. En de kosten van dit alledaagse ding zijn 2 gulden. 2 gulden voor de wekker. Dat kan betekenen. We zijn nog steeds op weg. 44-70. Hand over de knop, kop-tie. Soepel. We gaan kijken. Wat het is, is fout. Sao Paulo. Dat betekent 49-70. Let op, komt hij aan. Heb hem. Je moet hem weggeven. Of je moet... Jongens, of je denkt bij zo'n stand, we houden nu wat er te houden is. We zijn bijna door het spel heen. Nee. Jongens, weet wat je doet, want het is bijna een bekeken zaak. Maar je moet zelf beslissen. Als het mooi is, dan heb je het misschien weg. Jongens, we moeten... Oh, fantastisch, hè? Hoor je? Hoor nog één keer, ze horen het.
staan achter je. Oké. Dan moet je hem houden. Oké, Pierre, wat houden ze? Fantastisch toch? Nou ja, de laatste aanbieding. Als muziek in de oren klinkt u dit prachtige woord. Een audio cue. En die betaalt daarvoor 3 gulden. 3 gulden voor een audio cue. Dat betekent dat we er weer een hebben. Hand boven de knop en kijk wat we eruit slepen. Misschien is het de laatste wel. Dan komt hij aan. De. De. Is fout. En het is Ede. We hebben een stand van 75-46. De winnaars voor de trap staan hiernaast. Maar jawel, Oscar en Esther. Gaan door naar de trap. Ja, nog even de felicitaties krijgen we dan altijd. U kent dat wel. Oké. We leren hier elkaar kennen, heel lang. Kom ook allemaal terug. We hebben allemaal oud-gasten in de zaal. Ik heb Marcelino al gezien. Oké, jongens, wij zien elkaar terug. Bij de alles overheersende trap zullen wij die kant even uitlopen. Want je hebt voor het eerst als deelnemer 10 de hele, maar dan ook de hele aanbiedingensector in handen gekregen. Het is weggegeven en je hebt het zelf kunnen bepalen. Het is niet mis. Wat waren de leukste, als ik even tussen jullie in ga staan? Loek, wat was de leukste ervaring van de sterrenshow voor je, na die 3 dagen? De hele sterrenshow, de... Nou, wat je al zei, het rammeland van al het wisselen en alles doen. Ja. En nu is het helemaal afgelopen. Dus nu kan je even tot rust komen. Ja, klopt. Hoe lang kennen jullie elkaar? Iets langer dan een jaar. Iets langer dan een jaar. Het komt wel goed, hè, jongens, met de hutspot en de koperen pannenset. We zullen het proberen, ja. Vond leuk dat jullie er waren. In ieder geval, luister naar Pierre. Dit zijn de tastbare herinneringen aan hopelijk een fantastisch sterrenshowproject. Loek, blijf maar staan. Een sterrenshow voor Loek Sleeben en Frits Wijkman. Veel plezier, een heerlijke ervaring inderdaad. En u neemt mee naar huis, dat is niet weinig. Aan geld 46 gulden. Daarbij een hutspot, een koperen pannenset, een vaatwasser, aspirine, een wekker en een audio cue. Leuk dat jullie erbij waren. Ja.